Als junioren C heb ik hem nog training gegeven in Uithof. Maar inmiddels is hij beter dan nu? Nou, 100.000 keer beter, toen al. Kjeld staat vandaag op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Maar vroeger stond hij gewoon op deze schaatsbaan. Ja, dus dit is wel een hele leuke plek voor hem, want hier is het echt begonnen voor hem. Ik kan me herinneren dat hij meedeed met het lagere schoolkampioenschap. Toen won hij van mijn jongste zoon. Toen had hij meteen de eerste prijs te pakken. Hij had direct al goud. Hij had meteen goud. De IJsclub van Leiden die houdt jaarlijks een scholenkampioenschap. En ik zag Kjeld starten en ik denk, oeh, dat is een goeie. Dus toen heb ik aan zijn vader gevraagd of hij al les had. Nou, dat had hij niet. En dat vond zijn vader eigenlijk wel een goed plan. Dus als ik het goed versta, heeft u Kjeld gescout? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Hoeveelste wordt Kjeld? Ja, die wordt eerste natuurlijk. Ja, dat is logisch. Dat is logisch, ja. Ja. Het is heel spannend eigenlijk. Ik acht die Noor hoog, ik acht Kjeld hoog. Kjeld ook nog oud pupil van me, dus helemaal leuk. Kjeld is een oud pupil van u? Ja, als junioren C heb ik hem nog training gegeven in Uithof. Maar inmiddels is hij beter dan u? Nou, 100.000 keer beter, toen al. Ik denk dat hij een hele goede kans maakt. Ik denk dat hij heeft het nou heel goed op orde allemaal. Dat blijkt uit alles. Maar de druk is ook heel groot. En het is Olympische Spelen, hè, dat weten we nu. De grote vallen ook om. Kan bij hem ook gebeuren. Hoe hoog acht u de kans op goud? Ja, ik denk zeker 80-90%. Hij moet gewoon nummer 1 scoren. Dat kan niet. Een gouden plak erbij. Ja. Hij kan het. Wat is er nou met de start gebeurd? Vals, fout. Gaat niet goed. Luchtcirculatie weg, vermoeidheid. Is geen niet goed. Nee. Is klaar? Nee. Kom, eerst kijken. Waar is de gouden plak? Sst, kijken. Jawel, in één keer goed. Naar die 16-4 toe van Lorentzen. Er begint de spanning al een beetje op te lopen. Ja, ja. Zo, mevrouw, kunt u uw ogen niet van het scherm houden? Dat is niet erg, vindt ze. Er... Even kijken. Even hier naar kijken, jongens. Het is te spannend. Nee, het is ook spannend. Het wordt zo heel spannend. Kijk, het 16-3. Sneller, daar pakt hij gewoon 1500ste op Lorentzen. 16-3 is de opening die Nuis zocht. Goud beloofd, hè? Goud, ja. Daar gaan we voor. Voor Kjeld Nuis. En ja, nou zijn we bij de 400ste. Hij doet het! Hij doet het! Kjeld Nuis, Olympisch kampioen. Met een valse start toch nog goud. Ik heb gelijk gehad. Hij heeft een beetje goud verdiend, hè? Ja. Natuurlijk ook een beetje goud verdiend. Ik ben trainers geweest, maar nee, toch? Ja, dat is ook aan u te danken. Beetje.